Het is mooi zonnig weer als de Spaanse wielerkoers de Vuelta door Dongen koerst. Het is zeer bijzonder dat de Vuelta in het buitenland start en dus nog meer bijzonder dat de koers ook nog eens door ons dorp komt. Het is in 77 edities pas de vierde keer dat de start van de Vuelta buiten Spanje plaatsvindt. De overige keren waren in Assen in Drenthe, Nîmes in Frankrijk en Lissabon in Portugal. Nu dus in Utrecht en de Vuelta verblijft in totaal 3 dagen in ons land, waarvan 2 dagen in Brabant. Vandaag, de 21ste augustus 2022, is er een rondje midden in West-Brabant gepland met start en finish in Breda. Rond 2 uur zou de karavaan door Dongen trekken. Eigenlijk meer langs Dongen, want het afgelegde parcours was aan de rand van het dorp. Het was erg druk langs de route. Honderden Dongenaren en regiogenoten hadden zich langs het parcours genesteld met stoeltjes, smartphones en bierflesjes. Het was een gezellige boel. De camerapositie van Beeldarchief Dongen was op de hoek van de Noorderlaan en de Lage Ham. Bij doorkomst door Dongen was er al een kopgroep afgesplitst die ruim 2 minuten voorsprong had op het peloton. Achteraan fietsten nog wat enkelingen die onderweg waren gevallen. De karavaan met ploegleiderswagens, camera's en reclamevoertuigen was erg lang. Maar het peloton zoefde in enkele seconden voorbij. Thank you.
Het meest bijzondere van de doorkomst bleek de gebeurtenis zelf. Wanneer zul je nog eens meemaken dat een grote internationale wielerkoers door Dongen komt?